Het is vandaag dinsdag en ik heb lekker zomervakantie. Echt zo fijn. Ik heb echt een heel erg leuk weekend gehad. Dit weekend ben ik samen met Sas naar Wish geweest. Zaterdag hadden we buurtbarbecue. Gisteren hebben we lekker samen een beetje gechilled, Sas en ik. Film gekeken. Een paar dingen bijgewerkt. En vandaag ga ik afspreken met Rox. Die woont in Utrecht, dus die zie ik niet meer zo heel erg vaak. We hebben een beetje in het midden afgesproken in Den Bosch. Dus we gaan er een gezellig dagje Den Bosch van maken. Ik wilde jullie nog heel even mijn outfit laten zien. Het jasje en rokje wat ik aan heb is van Kim's. Kim's strijdcollectie. Heel erg leuk met die details, die parels. Ik heb gewoon een heel basic wit shirt onderaan van Chicel. Deze tas weer. Altijd mijn lievelings. En mijn panterschoenen zijn van Naked Fashion. Dus dat is de outfit. Ik heb mijn haar in een staart. Ik vind ze gewoon echt afschuwelijk zitten de laatste dagen. Dus ik kan er ook helemaal niks meer mee. Morgen ga ik naar de kapper. Heel erg veel zin in. Ga ik jullie uiteraard ook wel mee naartoe nemen. Maar eerst gaan we er vandaag even een gezellig dagje van maken. Let's go. Lekker carpaccio besteld. En Aperol. Heerlijk. En Rox heeft een bossenbal. Wij gaan hier lekker van genieten. Ziet er echt goed uit. Goedemorgen. Ik ben vandaag bij Cosmo Hairstyling in Eindhoven. Om mijn haren te laten doen. Echt zoveel zin in. De laatste tijd zat mijn haar gewoon echt nergens meer naar. Ik heb de laatste tijd ook heel erg veel in een staart gedragen. Soms mijn extensions wel nog ingedaan. Dat ik wat meer volume had, zeg maar. Maar zoals je kunt zien is het een beetje stro-achtig. Als jullie snappen wat ik bedoel. Ik heb ook best wel dode punten. Dus ik denk als die punten eraf zijn, dan heb je meteen weer een frisse look. Ik ga ook mijn haar hierbovenop gewoon nog wat highlights laten zetten dan. Is het ook meteen wat frisser. Dus ik wilde jullie heel eventjes een before shot laten zien. Zo ziet het er nu dus uit. En dan ga ik straks uiteraard heel eventjes filmen hoe het eindresultaat is. Ik ben helemaal blij. Ik heb er helemaal zin in. De jurk die ik aan heb is van Voyage La Rue. Heel erg leuk. Zo'n gele maxi dress. Was net wel onhandig lopen trouwens. Want de meeste van die maxi dresses die gaan echt mee, zeg maar. Maar deze zat onder bij mijn enkels een beetje strak. Dus ik kon echt maar van die kleine pasjes zetten. Dus ik ga jullie vandaag wel meenemen. Sorry, ik had gisteren helemaal niks meer gefilmd. Het was gewoon heel erg gezellig met Rox. We hebben de hele middag nog gekletst. Dus vandaar dat ik nu gewoon weer verder vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien. Ook mijn haar laten doen bij de kapper. Dus zometeen meer erover. Ik heb nu al een lekker theetje gekregen. Dus daar ga ik even van genieten. Oh my god, ik ben klaar. En ik ben zo blij. Ik ben echt helemaal wel licht. Nou, jullie hebben natuurlijk net het before shot gezien. Toen was mijn aanzet echt wel een stuk donkerder. En die dode punten die ik dus zo vervelend vond. En nu is er best wel een stuk afgeknipt. En ik vind dat altijd best wel spannend. Want ik denk van nee, niet te veel. Maar ik heb ook gewoon echt gezegd van doe maar wat nodig is, dan ziet het er gewoon weer lekker verzorgd uit. Ik ben echt heel blij met het eindresultaat. Wat vinden jullie van de kleur? Ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien. Let me know. Heel erg blij mee. Mijn nichtje Kim is inmiddels gearriveerd. Joehoe! En die zit hier ook bij de kapper. En we gaan zo meteen gezellig lunchen. Heel erg veel zin in. Wij zitten gezellig bij Mangiare en we hebben een heerlijke pizza besteld met palmham, tomaatjes, parmezaanse kaas, rucola. Het ziet er heerlijk uit. Lekker rozeetje en wijntje erbij, dus wij gaan hier heerlijk van genieten. Smakelijk! Dank je. Zo, ik ben weer lekker thuis. Ik heb nog heel erg gezellig gekletst met Kim, dat is mijn nichtje, bij Mangiare. We hebben heel erg lekker gegeten, echt yummy. Super lekkere pizza. En ook als ik in dit licht kijk, ben ik echt zo blij met mijn haarkleur. Het is ook een klein beetje assig. Ze heeft een hele mooie toner eroverheen gezet. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie vinden van het eindresultaat. Het is wel echt een stukje korter. Maar nu is het ook wel weer gewoon mooi verzorgd, zeg maar. Wow, het lijkt echt grijs in dit licht. Niet normaal. Het is wel in het echt wat, ja, gewoon wel blond, zeg maar. Nu ben ik thuis. Dennis is ook thuis. En wij gaan lekker sporten. Ik ben deze week nog niet gaan sporten. Dus ik heb er echt zin in. Ik ga me omkleden. Want dan zijn we nog een beetje op tijd dat het rustig is in de sportschool. Dat vind ik altijd het fijnste. En er zijn ook wat leuke pakketten binnengekomen. Dus misschien ga ik die zo meteen nog met jullie unboxen. En anders morgen. Terug van het sporten. En ik heb echt heel erg lekker getraind. Gewoon echt, fijn gevoel altijd als ik dan weer klaar ben met zo'n training. En hier achter me is Dennis al bezig met de pakketten die zijn binnengekomen voor onze kampeervakantie volgende week. Wij gaan 2 weken kamperen in Italië. Heel erg veel zin in en we hebben nog wat nieuwe spullen besteld. Ik ga het heel even aan jullie laten zien.
Hey, ja, lekker getraind, schat. Goed bezig. Dan is het ook echt goed bezig met sporten. Oeh, wat zou hierin zitten? Spannend. Oh, dit kan ik al een beetje zien. Dit is dus zo'n legkast die ik had besteld. Lijkt me echt super chill om gewoon je spullen in te leggen. En hier zitten denk ik de stoelen in. Yes! Die gaan we wel even unboxen voor jullie. Dit is ook echt zo chill. Hier ben ik echt blij mee. En jij ook denk ik echt, Dennis? Een coolbox. Dat hadden we dus nog echt niet. En als we dan gewoon ergens naartoe gaan en ook gewoon voor in de auto, kunnen we lekker drinken koel houden. Een hele mooie rode. Ik vond dit ook gewoon echt een mooie coolbox. Want het is wel lastig om een mooie te vinden. Kijk, en zo zit de coolbox er dan van binnen in. Dus we moeten nog heel even wat cool elementen halen. En dan kan hij zo dicht. Echt heel mooi. En dan kun je hem zo ook dragen. Dus dat is echt helemaal handig. Lekker groot. Past veel in, denk ik. Mm-hmm. Oké, al heel even een kleine sneak peek. Maar dit is dus bijvoorbeeld zo'n legkast voor in de tent. En dan kun je dan fijn alle bordjes en bestek of andere dingen natuurlijk opzetten. Ik hoop dat hij in de auto past. Want hij is natuurlijk wel iets groter. Je kunt hem wel helemaal inklappen. En dan hebben we hier nog een heel erg leuk theelichtje. Of ja, windlichtje. En dan hebben we hier nog twee placemats. Een chillmat die daar dan bij past. En nog twee stoelen. Maar dat ga ik jullie allemaal laten zien als we op vakantie zijn. En dan de coolbox. Dus we zijn bijna helemaal ready om te vertrekken. Heel erg veel zin in. Ik ga deze week ergens samen met jullie inpakken. Goedemiddag, het is vandaag donderdag en ik heb lekker vakantie. Dus ik ben eigenlijk de hele week al leuke dingen aan het doen. Ik ben echt zo blij trouwens met mijn haarkleur. Ik wil nu echt proberen om zo min mogelijk mijn extensions in te doen. En ik doe dat ook niet voor de lengte, maar meer voor het volume, zeg maar. Maar als ik volgende week naar Italië ga, dan is dat sowieso ook gewoon veel te warm. Met dit warme weer is het veel te warm. Dus ik ga proberen om zo weer van mijn haar te houden. Maar het verhaal erachter is eigenlijk dat ik toen ik een jaar of 18 was, echt heel lang en vol haar had. En toen in één keer kreeg ik superveel haaruitval. En mijn haar werd dun. In ieder geval kreeg ik veel minder haar. En toen had ik echt nog maar zo'n heel dun staartje over. En dat vond ik echt super erg. Dus toen ben ik extensions gaan dragen. Ik heb trouwens bloed daarvoor geprikt. Alles laten checken of ik geen vitamine tekort had. Maar dat was allemaal niet het geval. De kapper zei ook gewoon, ja, één keer in de 7 jaar verandert je haarstructuur. Dus dat was bij mij ook het geval. En daardoor heb ik nu wat dunner haar gekregen. Ik merk wel dat het steeds beter begint te worden. Dus ik ben er ook wel weer blij mee nu, zeg maar. Maar ik moet het echt weer gewoon zelf mooi gaan vinden. Zo, want Dennis zegt ook, je hebt die extensions echt niet nodig. Maar ik vind dat dan zelf toch wat mooier en wat voller. Nou, genoeg gekletst. Oma komt zo. Wij gaan samen gezellig lunchen in de stad. En ik bedenk me nu dat ik nu al 3 dagen op rij buiten de deur aan het lunchen ben. Maar goed, dat is gezellig. Ik hou ervan. Ik vind dat helemaal leuk. Had ik jullie trouwens al mijn nieuwe nagels laten zien? Volgens mij niet, hè? En dan vind ik het heel erg mooi om deze nagel altijd zo'n, ja, glimmend effect te geven. Gewoon daar net heel even wat anders mee te doen. Ik wilde jullie nog heel even wat nieuwe schoenen laten zien. Die ik heb mogen ontvangen van Elise Store. En ik kreeg de laatste tijd onder mijn vlogs de reactie van, oh, je laat best wel veel gesponsorde dingen zien. Dan wil ik jullie heel even duidelijk maken dat ik hier niet voor betaald krijg. Ik heb deze schoen inderdaad wel mogen ontvangen, maar ik hoef ze niet per se te laten zien door middel van een vlog. Ik doe dat echt alleen omdat ik dat leuk vind en het graag met jullie wil delen. Als jullie zeggen van nee, ik hoef dat niet te zien, ik vind dat echt te veel worden, laat het dan ook weten in de comments. Dan hou ik daar rekening mee en dan hou ik het gewoon voor mezelf. En tag ik ze bijvoorbeeld gewoon een keer als ik ze draag via Instagram. Maar ja, ik word gewoon altijd blij van nieuwe spullen. Dus ik wil het graag met jullie delen. Daar gaat de bel. Zou oma dat al zijn? Want dan kom ik straks terug. Even kijken. Ik ben gezellig samen met oma. Hoi oma. En we zijn aan het lunchen bij Gielke. Ik heb een carpaccio salade. Heel erg lekker. Verrassend ook weer dat ik weer carpaccio heb gepakt. En wat broodjes met kruidenboter. En oma, wat heb jij? Ik heb een kleine. Ja. Ja, dat zeiden ze, hè? Kleine. Nou, kijk maar, dat is echt super groot. Smakelijk. Heel goed uit. Ja, ziet er lekker uit. Lekker. Smakelijk, oma. Daar heb ik nog zin in. Yes. Het was super gezellig vanmiddag met oma. Ik heb echt heel lekker geluncht en gezellig bijgekletst. Dus ja, lekker middag gehad. En daarna ben ik even doorgereden naar papa en mama. Heb ik daar nog avond gegeten en ook weer al even gekletst. En nu ben ik thuis. En gaan we weer verder waar we gebleven zijn, bij de schoenen.
Allereerst heb ik deze slippers. Best wel basic zwarte slippers, maar die miste ik dus echt nog. En wat ik hier echt ideaal aan vind, is dat je er zo in kunt schieten, zeg maar. Je hebt ze echt zo aan. En ze hebben ook een heel leuk printje. Een beetje zo'n krokodilachtig printje, zeg maar. En verder zijn ze gewoon heel mooi zwart. Ze hebben een heel mini mini hakje. En ze lopen gewoon heel erg fijn. De schoenen die ik nu allemaal laat zien zijn ook allemaal best wel budgetproof. De meeste liggen tussen de 20, 30, 40 euro. Ze zijn best wel betaalbaar. En dan heb ik nog dezelfde slippers in het wit. Want bij sommige jurkjes passen nou eenmaal beter witte slippers. En ze passen trouwens wel echt precies. Ik heb maat 39 en ik heb normaal ook 39. Maar ze zitten wel echt net aan, zeg maar. Ze zijn ook wel niet te klein, maar gewoon mijn voet past er precies op. Dan heb ik nog hakken. Ik draag eigenlijk bijna nooit hakken. Maar als ik dan een feestje heb of ik ga lekker uit eten, dan vind ik het wel eens leuk om ja, hakken aan te doen. En dan hou ik wel het meest van een blokhak, omdat ik daar gewoon echt het makkelijkst op kan lopen. En deze schoen is helemaal nude en heeft hier van die leuke bandjes. Hier een kleine gesp waar je mee sluit. En dus best wel een flinke blokhak. Ik heb ze nog niet gepast. Ga ik zo heel even voor jullie doen. Maar ik verwacht door die blokhak dat ze gewoon wel lekker lopen. En nude, ja, past sowieso overal bij. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. We gaan verder met wit espadrilles. En deze vond ik zo schattig. Omdat ze helemaal zijn volgens die van Lace. Je ziet dat nu natuurlijk super veel terugkomen. Hier allemaal leuke lace details. En dan best wel een dikke, ja, stro-achtige, jute-achtige zool. Dat heb je natuurlijk vaker bij espadrilles. En hier bij de neus ook nog een klein beetje. Ik denk dat ik deze met plezier ga dragen en met veel lookjes kan combineren. En het laatste paar schoenen, dat heb ik nu aan. Die ga ik zo meteen aan jullie laten zien. Dat zijn zwarte espadrilles met een heel erg leuk bandje. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Kijken hoe leuk dit is. Ik heb net twee pakketjes binnengekregen van Hunkemöller. Echt precies op tijd voor mijn vakantie. En dan kan ik al deze leuke items meenemen. In deze doos zit zo'n ja, ding voor in je nek, zeg maar. We gaan met de auto. Dus misschien kan ik dit wel gebruiken. Ik heb dit nog nooit eerder gehad. Een slaapmaskertje. En van die slippers. Deze lijkt me heel erg chill. Omdat deze ook zeg maar van, ja, hoe noem je dit soort kunststof zijn. Dus die kan ik echt gebruiken als badslippers. En dan deze doos. In deze doos zit allemaal leuke bikinis en badpakken. Dit zijn van die fluffy slippers. Dat zijn meer slofjes. Die bewaar ik denk ik voor thuis. Want ja, deze lijken best wel veel op elkaar. En dan lijken die mij het chillst. Deze drinkbeker ga ik ook meenemen. Die vond ik echt heel erg leuk. Vaké staat erop. Met allemaal gekleurde streepjes. En we moeten natuurlijk genoeg blijven drinken. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dan allereerst dit luipaard bikinietje. Vind ik echt prachtig. Zoals jullie weten hou ik echt van luipaardprint. Dus ik ga deze sowieso zo meteen even passen op dat hij leuk staat. Nog een triangle bikini. Dat is deze zwarte. In combinatie met een high-waisted broekje. Ook heel erg chill. En nog een badpak. Wow, dit is wel een heel apart stofje. Echt zo'n badstofje. In de kleur okergeel. Echt heel erg leuk, want zoiets heb ik dus echt nog niet. Dus dit gaat allemaal mee in mijn koffer op vakantie. Goedemiddag, het is vandaag woensdag en vannacht vertrekken Dennis en ik op vakantie naar Italië. Heel erg veel zin in. Ik zit wel een klein beetje in de stress, moet ik zeggen. Want er moeten nog veel dingen gebeuren. Ik ga zo meteen heel even naar Kruidvat, Hema. Daarna wil ik nog heel even naar Weert rijden, naar de stad. Want ik moet nog naar de ANWB om een vignet op te halen. Echt die laatste dingen die nog geregeld moeten worden voor de vakantie. Ook moet nog een gevarendriehoek kopen trouwens. Dat moeten we in de auto hebben. In Duitsland is dat volgens mij verplicht. Dan denk je, Lieke, had je dat niet eerder kunnen doen? Nou, ik ben best wel iemand die dingen uitstelt tot het laatste moment. Dus leuke dingen doe ik vaak eerst. En dan de minder leuke dingen schuif ik steeds op. Dus ik moet echt voor mezelf leren. En dat zegt Dennis ook altijd tegen mij. Doe nou die minder leuke dingen gewoon eerst. Dan ben je ervan af. En dan heb je genoeg tijd voor leuke dingen. Ik heb vandaag ook... Sorry, ik praat heel snel. Ik heb vandaag ook bijna de hele dag vlogs geëdit. Zodat ik bijgewerkt ben voor jullie. Voor als ik op vakantie ben. Dat jullie ook nog wat leuke vlogs van mij kunnen zien. Ik ga sowieso geen laptop of iets meenemen. Mijn vakantievlogs komen echt pas weer online als ik thuis ben. Dus dan weten jullie dat alvast. Nu ga ik de laatste spulletjes halen bij de winkel. Ik ga straks mijn wimpers liften. Ik ben echt heel erg benieuwd. Daarom heb ik nu dus ook geen oogmake-up op.
Maar ja, zo ziet dat er dus uit. Dit is heel eventjes een before. En dan ga ik jullie straks laten zien hoe het eindresultaat eruit ziet. Ik ben super benieuwd. Ik ben weer terug. Ik heb heel even wat kleine dingetjes gehaald. Zoals make-up remover. En dit wat had ik besteld bij Hema. Dat was binnen. Ik had dat hier laten bezorgen. Van die lampjes. Die leken me echt zo gezellig voor aan de tent. Dus dat is ook heel erg chill. Ja, let niet op hoor. Maar hier op de tafel ligt echt heel veel zooi. De bedjes zijn binnen van Intex. Die lijkt me zo fijn om gewoon te dobberen op het Gardameer. Ik vind dat echt heel leuk. En nu gaan we heel eventjes in deze la kijken. Want ik heb ook een snoepzak geschept. Dat vind ik gewoon echt erbij horen. Dat deed mij vroeger altijd al. Toen we met de auto op vakantie gingen. En ik heb een lekker groot snoepzak. Wel belachelijk duur trouwens. €6,50. Ik dacht toen ik het afrekende. Ik had veel beter gewoon losse zakken kunnen kopen. Maar deze gaan we morgen lekker meenemen. Ik heb nog wat rollen mentos en wat andere dingen. Die ga ik straks, ja ik denk bedoel, morgen klaarmaken in de koelbox. Nu ga ik richting Weert, waar ik mijn wimpers ga laten doen. En dan zie ik jullie zo meteen. Ik ben nu bij de salon Beauty Base. En we gaan zo meteen beginnen met mijn wimpers. En ik dacht heel leuk, ik hou mijn camera zo meteen weer zo. Want dan kan ik van jullie alles filmen. Maar ik mag zo meteen niet meer kijken. Dus ik ga het wel een beetje proberen te filmen. Maar ik moet gewoon de hele tijd mijn ogen dicht. En Evianne gaat mijn wimpers mooi maken. En ik kan je wel helpen met filmen. Jij kan me helpen met filmen. Dus ik ga het proberen om het een beetje aan jullie te laten zien. Ik ben heel goed in filmen. Ja, we zijn nu de wimpers omhoog gaan plakken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de wimperszaak helemaal recht omhoog gaan staan. En dan krijgen we daar gewoon een hele mooie krul erin. En het wordt heel mooi. Het ziet er alleen een beetje gek uit. Ik ben heel benieuwd, want ik kan nou natuurlijk niet zien. Dus als ik dit straks terug ga kijken, dan kan ik kijken hoe ik erbij lig. En of dit wel vertoonbaar is voor YouTube. Dat betreft ik wel echt niet zien hoor. Nou, dit is de permanente stof. Die hebben we nu opgedaan. En dat moet eventjes intrekken. 8 minuutjes. En daarna komt de fixatie eroverheen. Dus nu alleen eventjes wachten. Oké. Die ziet er heel mooi uit. We hebben dus de fixatie erop gedaan. En die gaan we nu dus er weer afhalen. Want die heeft lang genoeg ingetrokken. En hierna gaan we dus nog verven en dan zijn we alweer klaar. Ready? Oh my god, kijk hoe lang mijn wimpers zijn. Dit is echt niet normaal. Super mooi gedaan. Echt ook heel natuurlijk. Het voelt en lijkt gewoon alsof ik mascara op heb. Echt heel erg mooi. Dankjewel, zal ik jou even filmen? Ja, dat mag. Je hebt het super goed gedaan. Nou, graag gedaan. Heel erg blij mee. Ja, ik vind het ook echt super mooi bij jou. Heel leuk, echt heel mooi, hè? Natuurlijk. Ja, maar gewoon echt, je hebt ook zo'n mooie lange wimpers van jezelf. Dus ja, die moeten gezien worden. Je hebt geen nep wimpers nodig eigenlijk. Ja, echt blij. Heel mooi. Ja. Ik ben nu weer thuis en ik ben echt zo blij met het eindresultaat. Ik mag er nu 24 uur niet aankomen. Dus ook nog heel even geen mascara op doen. Maar zoals ik jullie net al zei, het lijkt gewoon alsof ik al mascara op heb. Ik vind het echt heel erg natuurlijk. Mijn wimpers zijn echt lekker mooi lang en ik vind het ideaal voor op vakantie. Maar ik kan gewoon bijna niet geloven dat dit blijft zitten als ik straks ook ga douchen en ga zwemmen. Dus ik hou jullie op de hoogte of ik er tevreden mee ben. Tot nu toe ben ik echt heel erg blij. Ik ben nu weer thuis, ik moet nog eten. We gaan de auto inpakken. Nog heel even de laatste dingen in mijn koffer. Oh my god, dit is echt zo erg. Ik heb mijn koffer zo vol gedaan. Ik hoop dat hij nog dicht gaat. Ik vind het altijd heel lastig om keuzes te maken. Dus ik heb gewoon heel erg veel kleding meegenomen. Zodat ik op vakantie nog kan kiezen. Nu kijken of hij dicht gaat. Het is gelukt. We hebben de auto ingepakt. En als je de auto dan gaat inpakken. Dan ja, heb je toch in één keer stiekem wel meer spullen mee dan je had verwacht. Want vorige week hebben wij het heel even getest. Om alles in de auto te doen. En toen dachten we, oh, het past makkelijk. Plek zat. En nu past het dus echt maar net. Dus we kunnen niks mee terugnemen. Maar misschien iets, maar bijna niks in ieder geval. Ja, sommige dingen die ik mee wil nemen, nemen best wel veel plek in beslag. Net zoals een legkast die we hebben. En die is van hout en neemt gewoon heel veel plek in beslag. Oh, ik irriteer me hier aan.
heb ik dat net weer voordat ik op vakantie ga. Echt niet fijn. Want ik wil eigenlijk, ja, nu heb ik zo half make-up, half geen make-up. Maar ik wil dus eigenlijk op vakantie gewoon lekker alleen die wenkbrauwen en die wimpers en gewoon weinig make-up opdoen. Want het is daar toch warm. Ik ga de vlog afsluiten, want ik wil deze nog heel even editen voor jullie voordat ik weg ga morgen. En dan, ja, zie ik jullie weer bij de volgende vakantievlog als ik in Italië ben. Tot in Italië. Doei doei! Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en je duimpje omhoog te doen. Thanks!